Marco Bizot is door de supporters van FC Groningen per sms uitgeroepen tot de tweede Ascent Man of the Match van het seizoen 2013-2014. En Bizot goed. Ik ben blij dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren aan deze wedstrijd. Ja, want hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, er zat meer in. Ik denk ook dat we een beetje met een dubbel gevoel in de kleedkamer zaten na de wedstrijd. Omdat je aan de ene kant een goed resultaat neerzet tegen Ajax. En aan de andere kant zat er gewoon voor ons eigenlijk zoveel meer in dat we de 3 punten aan konden meenemen. Maar dat... En waarom lukte dat dan niet? Ja, waarom lukte het niet? Ja, onzorgvuldigheid denk ik. Net het laatste moment waar wij niet tot scoren kunnen komen. En hun hadden daar ook nog een aantal goede mogelijkheden in. Maar bij hun lukte het ook niet gelukkig. Wat waren jouw belangrijke momenten vandaag? Doordat wij heel hoog speelden met de verdediging en Erik af en toe goed doorging... Door te dekken moest de lijn heel hoog staan en moest ik flink uit mijn doel om de diepte eruit te halen. En andere keren kon ik daar goed tussen komen. En ik probeer altijd heel veel in de jongens te helpen met voorzet en hoge ballen. En dan daar ook snel spel of dat ik gevaarlijk te worden. En, ik denk dat ik dat op zich wel op zich goed heb kunnen doen. Ik zag trouwens dat jij je keepershirt weg had. Ja, klopt ja. Ik denk die jongens die stonden achter het doel en die waren enthousiast en die vroegen hem. Dus waarom niet?